Maar weet natuurlijk dat ik het altijd heel mooi bouw. Ja, dat weet ik, dat weet ik. Van mijn neef. Dat, ja, het zal wel een beetje in de familie zitten, zeker. Natuurlijk, meneer. Maar in ieder geval, zie je dat je niet ontploft wordt als het nacht is. Ja, zeker. Ik moet ook gaan oppassen dat ik niet hier ineens langs achter word beslopen. Al hoor ik er net wel eentje. Dus ik ga wel hier voorzichtig moeten zijn. Of laatst ben ik nog naar een begrafenis geweest van een neef. Die was ook wel zo'n creeper, joh. Ja. Al ik was een ver neef en ken ik hem niet persoonlijk. Ja, precies. Wel een, echt een extreem grote familie. Ja, mijn pa was boer. Hij werkte bij een boer als fokkoe. Fokkoe, ja. Ah, ja. Ja, ik snap het compleet. Ik snap het compleet, ja. Sindsdien. Ja, dat kan ik begrijpen. Dat dat leuk kan zijn voor uw vader. Ah, maar mijn vader vond dat niet leuk, hoor. Nee, nou. Enkel het feit dat hij dan een grote familie had. Ja, oké. Persoonlijke mening zal het zijn, natuurlijk, hè. Dat denk ik ook. Ik ben te slim, meneer. Nou, dat weet ik. Dat hoor ik wel vaker. Oh, ik heb hier een, hoe noemt het, zo'n ravijnachtige spleetding gevonden. Oh ja, want mijn neef, die een miner, die heeft ook eens ingevallen. Tot hij zijn been gebroken, jong. Moest Ah, dat zien, ja. jong. Zo hard gezwollen, jong. Zo hard gezwollen. Gezwollen, zijn been. Gezwollen, ja, snap ik. Dus het breekt natuurlijk. Ik zal zien of dat ik hier een paar diamonds kan bemachtigen. Dan kan u ook een beetje armer maken of zo. Of ik voor mijn eigen nog een beetje extra. Dat kan natuurlijk ook altijd. Maar kun je erop wijzen dat het bijna nacht wordt? Bijna nacht, ja, ik kan hier nog wel een tijdje overleven eigenlijk. Ik heb hier Dat is een goed, meneer. paar leuke caves gevonden. Die extreem. Oeh, gold. Dat is wel altijd mooi zo goud. Oh, creeper! Fuck! Leeft u nog, meneer? Ja, ongeveer, ja, ik leef nog. Het was close, zal ik zeggen. Gelukkig, meneer. Waar is mijn licht? Mijn licht is ontploft. Dat was even stressvol als ik ineens... Oh, skeletten! Skeletten! Ah! Loop, meneer! Ik word in mijn gat geraakt. Het is mijn plicht om u te komen beschermen. Ja, dat is inderdaad de plicht. U mag altijd komen. Ik kom eraan, meneer. Oh shit. Loop je alvast de trap op. Ik kan al. Oké, de skeleton is dood, maar we moeten duidelijk gaan kijken en maar ja, even een adrenaline stoot gaan kijken wat dat er nog verder zit van bij. Oh, nog een skeleton. Beetje campy in de hoek totdat hij komt. Is er. Hij raakt me. Oké, ik heb hem. Nog een skeleton. Meneer. Ik red hem wat af. Zie dat hij niet sterft. Zie dat hij niet sterft. Ik heb gered, meneer. Misschien moet u eerst wachten tot u wat beter wapens heeft voordat u... aanvalt. Ja, u heeft een pijl door uw borst. Ja, maar ik kan wel wapens maken hoor, want mijn andere neef was die was blacksmith. Ja. Ja, ik heb... dit was wel even gevaarlijk. Ik zal voorlopig naar boven gaan, meneer. Ja, ik ga nog... ja, misschien wordt het wel even tijd dat we naar boven gaan. Nog even snel deze spullen minen, zien wat ik misschien nog snel ergens wat iron vind ofzo, want ik heb er maar 7 kunnen bemachtigen. Weet u de uitgang nog? Oh ja, hier, naar links. Ja, een van uw neef was zeker GPS. Die heeft zo de GPS-dingen ingesproken. Ah, maar... ja, dat is... Ja, die heeft daar veel van opgepikt, hè. Ik snap het. Dat was wel even spannend. Ik dacht dat u het niet ging overleven. Meneer, een andere neef. Dat was zeker een taekwondo-pro of zo. Eerder een ninja, zou ik zeggen. Een ninja, ja. Maar ik zag hem nooit. Ja, ik snap dat als hem een ninja was. Ja, je moet weten dat ik zoveel avontuurtjes al wel vaker heb meegemaakt. Het is hier donker. Ja, ik ga eens even kijken. Heel veel zombies, heel veel skeletons, heel veel creepers. Uitkijk toren. Oh, zelfs nog een extra verdieping dat er aankomt. Oh shit, daar zijn wel
Oh, die speedgrab naar boven, die speedgrab naar boven. Ja, en ik was nog bezig met... Ja, het is duidelijk nog niet ik was echt nog bezig met proof. Ja, daar gaat hij toch nog wel een beetje aan moeten werken hoor, ik stel voor dat we gaan slapen. Ja, dat lijkt misschien wel een goed idee. Oh. Wat was er? Kijk eens rechts. Oh, shit. Stalker. Laten we maar naar veilig naar onze benedenverdieping gaan. Ah, Creeper! Ik ga shit. Nee, oké. Meneer. Ja, ik heb soms van die kleine trekjes, zodat... Geen probleem, meneer, geen probleem. Oké, dan is het goed, dat is goed. Ja, goede ochtend, zou ik zeggen. Ja, goed slapen. Mijn stem wordt elke dag beter. Ik merk het. Ik heb wat bonen, daar kan ik wel wat bone meals van maken. Ah ja, dan kunnen we hoeveel boeven. Ja, inderdaad, dan hebben we weer... Want een andere neef van mij... Oh shit. Die was chef-kok. Gewoon goed bakken. Onder die boom voor ons staat een skeleton. Meneer, gaat u maar achteruit. Ik... Laat dit maar aan mij over. Laat de proost gaan. Kipper. De koeien ontsnappen! Ik sta maar even. Dit is niet goed voor mijn bloeddruk, zal ik zeggen. Ik heb al... Mijn neef was een dokter, ik kom wel op. Ik heb al eerdere problemen gehad en dit is een beetje... Heel stressvol, zal ik zeggen. Ja, ik zeg altijd, ontsnap de koeien, die gaan dood. Dus, voilà, een lekkere maaltijd. Fris. Wacht erin. Ik help me weg. Zie dat u niet dood gaat. Auw. Auw. Oké. Kom maar, jong. Dat was, even wel vreselijk stressvol dat mijn bloeddruk veel te hoog ging. Zo'n dingen mogen niet meer gebeuren. Dat was een beetje een fout van communicatie, vrees ik. En, meneer, maar ik hoop wees dat hij gewoon naar buiten liep als schreeuwend. Ja, ik wou die skeleton doden, maar ineens was daar een... Die teleporteerde. Een creeper naast me die ik dus duidelijk niet had verwacht. Ik dacht dat u die had gezien, dat u mij misschien kon een beetje... Ik had de raad te geven, meneer. Waarschuw daarvoor. Ik zou zeggen, maak die toren af, want het is duidelijk dat we die nodig hebben. Precies. Het is wel heel duidelijk dat we die nodig hebben. Gelukkig zijn die spinnen hier niet aanvallend, als het dag is. Gelukkig. In ieder geval, we hebben wel veel bomen bijgekregen, dus... En één kapotte boom door die keeper. Ja, dat is wel een beetje nadelijk. Ik dacht eerst van, u komt hier, u gaat heel de natuur verstoren, waardoor dat hier niets meer gaat groeien, maar u heeft geluk. Ik had u anders afgestoten van mijn eiland. Dank u wel, meneer. Dank u voor uw begrip. Geen probleem. Oh, twee creepers, eentje met gouden armor. Wat, een kip met gouden armor? Ik bedoel een skeleton met gouden armor. Wat? Een skeleton met gouden armor? Ja, en een skeleton. What? En een zwijntje in het boog. Gaat daar weg. Waarom zijn die sterk? Kom, die skeleton. Oh, een enchanted bow. Ik heb een enchanted bow. My dream has come true. Hoe de fuck komt die skeleton met een gouden armor? Ik heb een bow met power 1. Wel ongeveer helemaal kapot, maar... Heeft u toevallig ook een wat gouden armor? Nee, dat heb ik niet. Helaas. Oeh, die boom is wel goed gegroeid. Ja. Maar het is duidelijk dat onze eiland toch een beetje doordringbaar is, hè? Ik denk dat we een keer een muur moeten opstellen ofzo. Een muur, dat is wel een... Nee, dat moet eigenlijk niet. Gewoon wat toortjes plaatsen of zo en dan komt dat allemaal. Dat vind ik ook een strak van. Maar we zullen eerst... Zoals mijn broeder altijd zegt, met torch en licht... Is er zelden gevaar in sticht? Oh, dat Dat vind ik... Dat zijn ook een broer die progressist was. Een mooi tekstje, eerlijk gezegd. Ik ga deze boom ook wegdoen voordat er hier weer beesten onder gaan staan. Maar die boom is wel vreselijk groot, dus ik kan er niet... Zou ik u wat hout mogen vragen?
Hout, wilt u hout? Hier is hout genoeg. Dank u wel, meneer. Veel succes. Ja, we moeten ook nog wel veel iron vinden. Dat kom ik direct mee zoeken, meneer. Ik kan voor mijn eigen nog een beetje armor maken, ze. Oh ja, net niet genoeg. Ik heb er nog eentje nodig. Voilà, ze. Een mooie helm. En nog 3 goud ook. Dat, voor als u een gouden wapen wilt of zo, mag u dat altijd zeggen. Dan maak ik voor u een gouden wapen. U verdient dat wel. Laten we een symboliek, als symboliek een gouden zwaard maken. Ja, dan heb ik hier voor jou een gouden zwaard. Voilà, ze. Ik kom het ophalen. Waar bent u? Ik ben van boven in de uitkijktoren. Oké, alstublieft, dan bent u toch... Mooi goed, meneer. Dank u wel, dank u wel. Dan bent u toch ook een beetje beschermd. Dus ik denk aan mijn neef die geblacksmith was. Had ook altijd zo'n goed. Ja, leuk om te weten, zal ik zeggen. Dank u, meneer. Wat ging ik eens maken? Ik ging armor maken, meneer. Nee, want ik heb niet iron genoeg. Ik ging een iron schub maken, want die heb ik nooit gehad. Voilà, ze. En dan ga ik nog weer wat rommel in de chest steken, natuurlijk. Wat eten bakken hier en daar. En dan ga ik eens kijken naar de farm, hoe dat daarmee zit. Ik kan mijn boommeel misschien maken. Ik zal alvast de koeienfarm gaan fixen. Ja, dat is misschien wel een goed idee. Het is gefixt. Ik dacht dat ik wel wat meer bonus kon hebben. Is het normaal dat er een gat bij de schapen is? Bij de schapen? Misschien creeper is een eentje. Of... nee? Dat was altijd wel al geweest. Wat even wat fixen. Ja.